Nou, hallo, hallo. Daar zijn we weer volgens mij. Als hij doet. Kijk, daar zijn we. Kijk. Gefeliciteerd, Gijs. Gefeliciteerd. En jullie Malone ook natuurlijk. Ja. Die het ook allemaal goed hadden. Ja, Anna is de mol. Ja, inderdaad. Ja, dat zeiden we al. Wisten we al. Wist ja. Dus. Kijk, luister gewoon naar ons en dan... Komt het allemaal goed. Komt het allemaal goed, ja, ja, ja. Volgens mij had 69% van de kijkers had... 59. 59? Ja. Ja, 59. Oh, ja, op de site. Op de Wie is de Mol site. Ja. Ja, en 69% van mijn van kijkers. Van jouw kijkers, ja, precies. Okay. Ja, we gaan denk ik gewoon even de verborgen aanwijzingen doornemen natuurlijk. Ja, want die staan op de site. Ja, ja, ja. Laten ze de laatste tijd gewoon nooit meer in de... In de ja, tv-aflevering. Ze nemen gewoon best wel veel tijd voor alle andere dingen. Dus ik denk dat het gewoon niet meer past. Dat ze het daarom niet doen. Dat moet het haast wel zijn, ja. 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 Ik moet trouwens heel even de chat erbij pakken. Want ik heb die nog helemaal niet op de telefoon erbij gepakt. Als jullie nog leuke vragen hebben, daar hebben we nu eigenlijk best wel wat tijd voor. Dus, ja, dat is zeker zo. Stel ze gerust, zou ik willen zeggen. Even kijken, kunnen jullie niet ook hier nog ergens... Je hebt wel nog iets van... Of, nu gaat het helemaal fout. Hoe? Hier kun je ze ook zien, je... toch? De chat, of niet? Nee, ja, ik heb hem hier links staan, ja. Oké, okay. Dat mag niet, dat komt goed. Oké. Okay. Dan moet ik heel even het geluid van de video natuurlijk aanzetten. Want we gaan even, ja? Dit verbeteren. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, je wordt... verbannen als je irritant nee, verbannen. Maar... Nee, maar even wel leuke reacties in, ja. In de chat. Anders dan gaan we je wel even verwijderen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we gewoon maar gelijk... Zullen we gewoon even induiken in de zeggen, verborgen... Ik wil zeggen, een aantal verborgen aanwijzingen die alleen op de site stonden. Het lijkt ons leuk om die heel even door te nemen. En daarna kunnen we denk ik nog heel eventjes... nog heel even vragen beantwoorden. Misschien nog heel even wat wij de beste aanwijzingen vonden die ze in het programma zelf ook gaven. Precies. Ik denk dat is wel leuk, een mooi programma hebben. Ik zit heel even te kijken. Extra molactie en geheime aanwijzingen. Nou, ja. Laten we die gewoon als eerste aanklikken. Precies. Ik had Anna niet gespot in de... Nee. Ik dacht, daar hadden we, dat zeiden we ook nog tegen elkaar, dat wij dachten dat er was één volgens mij een vrouw en die had een best wel groot gewaad aan. Ja. En die had een hoed op met een waaier, waardoor het heel moeilijk was om dat gezicht te zien. Wij dachten allebei, dat is de... Ja, dat de mol dat is zijn, de mol. Ja, precies. Hè, ja. Ook geschminkt, maar ook, desondanks dat ze die waaier als had gewoon geschminkt. Ja. Maar ja, dat zie je wel vaker, dat de mol dan het gezicht bedekt. Ja. Ja, ik denk dat het een YouTube-video is, inderdaad. Even kijken. Zullen we eerst de geheime aanwijzingen doen? Dan ik zie hier nog een extra molactie staan. Die pakken we dan ook zo even bij. Ja, ik pak ondertussen ook even de erbij. Kijk hoor. Even de video iets groter. Chat laat ook heel even weten of jullie het kunnen... Een beetje zien zo? Ja, chat laat heel even weten of jullie het kunnen horen ook. Want dan, ja, dat is ook wel een goeie. Ja. Want als ik dit doe, dan... Oh, dat gaat best wel goed. Dit gaat best wel goed zo. Ja. Laat even weten of het geluid goed is. Dat kan ik dus moeilijk... Oké, nee, dat was dan in ieder geval de video. Ja. Maar er is nog een verborgen... of een extra molactie. Ah ja, dat is ook wel. Die kunnen we nog eventjes pakken. Ja, en dan hebben we eigenlijk de content van de site ook... Iemand vraagt of die gekleurde stoeltjes ook nog gelinkt waren aan iets. Het is niet dat we gezien hebben. Ik denk, omdat ze in Mexico... Het is wel een kleurrijk land wat dat betreft. Hè? Ja, ja. Dat het gewoon wel bij die stijl van het land past. Ik denk dat het gewoon was. Dat denk ik ook. Ja. Wat ook niet fout natuurlijk. Hè? Dus denk ik ook leuk om... Precies. En je kunt zoveel dingen in... Je moet het een beetje aankleden ook. Ja. Ja. Niet alles kan een hint zijn. Nee, want dan zou je ook kunnen zeggen van... Hey, Kees pakt elke keer de schouder van, van de afvaller precies. Of zo. Ja, want toen zei ik ook volgens mij nog in de podcast wel vaker... Van, ja, als je meer van zijn programma kijkt... Zie je dat hij gewoon best wel van de aanraking is. Dat is niet... Dat zag je vandaag ook weer. Hij stond weer om iedereen heen. Ja, en zo. Ja. Niet... Precies. Als je een beetje de persoon kennen, vind ik dat weer een groot woord. Maar hem vaker hebt gezien in andere programma's, dan zie je het terug of zo. Ja. We hebben hier dus de extra molactie per slot van rekening. Dat was... Welke opdracht was dit ook? Ja. Om geld te verdienen moeten de kandidaten deze schat openen. Ja. Een kist betaalt 1935 euro. Om de sleutel te vinden, moeten ze op zoek naar aanwijzingen. Onder water.
Chica! Wat zijn jullie gaat snel, we zijn er niet klaar! Ons Chica, ik luister even verder. Kees en Fons gingen luisteren en roepen. De namen die je kon horen, waren de namen die van die borden af moesten. Zo zou er op ieder bord één naam overblijven. Zag ook Jero! Jero! Ja! Ja, zie je die staan? Nee! Sor en ik... Hier, ze stopt wel eens in de BH, of in de bakpak. Kom Diego! Nee, ligt hier niet! Met haar hand een beetje zo voor haar borst staan. Ja. Santa Donna! Jongens, ik zie nog geen één! Als jullie alle aanwijzingen goed beluisterd zouden hebben, dan zouden jullie net als ik weten welke vier sleutels er nog over zouden blijven. Namelijk San Arturo, San Joaquin, Santa Maria en natuurlijk Santa Anna. Santa Valeria! Ja! Zijn allemaal bij jou! Allemaal hier! Maar de belangrijkste sleutel is natuurlijk de sleutel met de naam van de mol, Santa Anna. Mij is er dus alles aan gelegen om te zorgen dat die sleutel in ieder geval niet meegaat naar het fort en niet meegaat naar Rick en de kistjes. Wat wel een leuke hint hoor, dat ook Santa de sleutel ook Santa Anna is. Ja, 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 ja. Jullie mogen maar met maximaal vier sleutels naar de kisten komen. Of met maar één sleutel. En dan verdubbel ik het te verdienen bedrag naar 3870 euro. Oh, het is wel een gok. Ik weet op dat moment al dat het helemaal niet uitmaakt wat jullie kiezen. Nee, deze past niet. Deze past helemaal niet. Eetje. Nee! Want de sleutel die jullie nodig hebben, die ligt ergens op de bodem van de rivier. Dus ja, het geld, daar kunnen jullie naar fluiten. Ja. Maar iets meer beeld erbij. In plaats van de 3870 euro die jullie hadden kunnen verdienen vandaag, hebben jullie verdiend 0 euro. Nee. Ja. Ja, leuke actie. Gewoon omdat het ook de sleutel gewoon Santa Anna heette. Dat was natuurlijk een extra reden om ervoor te zorgen dat die sleutel in ieder geval niet overbleef bij de laatste sleutels die nodig waren. Ja. Ik denk dat dit een beetje de content is die op de site staat, ben ik een beetje bang voor. Ik denk het wel. Ik denk dat het... Ja, de vraag is ook hoeveel willen ze nog meer... Ja, ik zie hier niks anders voorbij staan. Mol cadeau. Wat is dit? Leuk dat jij aanwezig bent bij de ontknoping van Wie is de Mol. Wil je kans maken op het originele schetsboek van Anna uit aflevering 3? laat even je gegevens achter. Ja. Nee, oké. Dus dat. Ja. Ik denk dat het even een goed moment is om even de vragen van de moloten erbij te pakken in de chat. Dan geven we iedereen even de kans om een vraag te stellen. Maar wat vond jij de leukste molactie? Dan doen we dat ondertussen even. Dan kunnen mensen ondertussen wat vragen in de chat gooien. De leukste molactie. Ja. Nou, ik vond die laatste wel heel leuk. Maar ik vind het wel leuk, ze hebben ook wat laten zien wat niet werkte. Ja. Wat bedoel je met de laatste die we net bekeken? Of ja, die we net bekeken. Die vond ik wel op zich wel leuk. Al vind ik de opdracht zelf niet zo heel leuk. Dit is wel een slimme manier om dat... Ik zit even te denken wat alle molacties ook alweer waren. Ja, we hadden het rondlopen op het plein vind ik niet echt een molactie. Nee. Dan had je het husselen van de kaarten en het chaos creëren bij het estafette. Ja. Het mensen niet meenemen en dingen weggooien met de tuk-tuks. Ik vond zelf wel erg leuk. Ja, die vond ik heel leuk. Heel gewaagd ook wel. Ja, omdat Fons ook... Ja, we leren dat Fons ook gewoon achter Anna aanrijdt. Omdat hij eigenlijk al best wel snel op Anna zit eigenlijk. Ja. Hè? Ja, dus hij wil haar eigenlijk even controleren. Ik denk dat ik het leukste vond dat ze bij Kees daar achter in dat bootje zitten. Die waren sowieso het leukste. Dat was heel leuk. Dat zag er zo grappig uit ook. We gingen echt net kapot van het lachen beneden. Ja. En ik vind het ook gewoon grappig dat ze daar ook gewoon met Smien kan al op dat festival rond kan lopen. En ja, ik ben nog altijd even benieuwd of de mol of dat de kandidaten van elkaar wisten wie er mee zouden doen met dit seizoen. Want dit is wel de eerste opdracht natuurlijk. Dat laat ze eigenlijk ook nooit blijken. Ik denk dat ze dat misschien ook wel extra doen. Dat ze dat altijd kunnen doen zoals ze denken zelf dat het goed is. Ja, want stel jij weet niet wie er meedoen, dan maakt het niet uit. Nee, precies. Want dan kijk, als jij op 9 anderen moet letten, dan weet je alsnog niet dat de mol daartussen heeft gelopen. Want dat hoor je later pas bij de waarzegster. Maar dat maakt het wel ietsjes aannemelijker. Mm-hmm. Ik zou dan wel erover nadenken van... Ja, er bestaat wel een mogelijkheid dat hier iets is... dan alleen deze opdracht. Ja, zeker. Ja. Ik zie iemand de vraag stellen of de titels ook te herleiden zijn naar Anna. Wat ze net in de video lieten zien... was het alleen de eerste... De eerste titel was te herleiden...
was een handje helpen dat ze iedereen een hand gaf. En precies, dat op die tarotkaart dan de hand te zien was met pink wit en dat zij witte nagellak droeg. Precies. Ja. Maar ik vond sowieso dit seizoen lastig om een afleveringstitel naar een molactie te leiden. Of naar een gebeurtenis in die aflevering. Uh-huh. Want Revanche was dan bijvoorbeeld de titel van aflevering 4. En dat sloeg eigenlijk meer op dat die drie kandidaten Revanche konden nemen, ja, om weer terug te komen in het spel. Ja. Daar hebben we trouwens niks van gezien, van die opdracht. Nee, maar ja, dat heeft niet met de mol te maken. Nee, maar op zich op die markt had ik misschien nog wel iets willen zien. Ja, daar, dat had daar, ook kunnen. Dat was ook, ja, weinig. Ja. Mm-hmm. Ja, daar hebben we dan weinig van gezien. Ik zeg, je moet zeggen, ze zien elkaar op het vliegveld blijkbaar al. Oh ja, dan is het wel, ja, extra gewaagd. Ja, ja, zeker. Ja. Akuki Player zegt, bij welke tarotkaart hoorde wie? Ik weet dat Anna het kroontje had. Ja, en we zagen volgens mij net dat... Ja, iemand had een paraplu. Tooske was een paraplu. Dan zou je echt, ja, aflevering 1 terug moeten kijken, denk, ja, ik. Ja, en Fons had de bel, weet ik nog. Uh-huh. En wat Rosario had, weet ik zeg niet. Nee. Nee. Wat vonden jullie van Dennis een actie? Die was op zich wel... Ja, die had ging fout. Ja, ja. Oh, ja. Die, als je het hebt over dat met Bab, dat was wel echt een blunder, hoor. Oeh, want hij dacht dat hij dus Anna hoorde. Ja, dat is wel echt een gewoon echt dom geluk dat goed is gegaan. Ja, want even voor de duidelijkheid. Dennis vraagt aan de telefoon of het Anna is, ja, die hij hoort, ja, volgens mij. Nou, volgens mij zegt hij eerst hallo en dan hoor je Bab zeggen van hallo. Ja. En dan zegt hij Anna. Ja. En dan zegt Babs... Is dit Anna? Zegt Bab weer van hallo. En dan zegt hij, ja, het is met Dennis. Ja. Spreek met Anna of zo. Ik denk dat Dennis dacht dat hij Anna aan de telefoon had als ook vrouwenstem. Ja. Misschien dat die stemmen aan de telefoon net... Door een telefoon klinkt natuurlijk net anders. En zeker als het zo knalheet is en zo. Ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het daar dan fout is gegaan. Ja, dat denk ik ook. Dat is wel heel grappig, ja. Ja, Rosario had het broodje. Het broodje. Ja. Lekker broodje. Ik denk dat broodje, als Robert hem hij ook het broodje had gehad. Robert, ja, is wel bakker. Ja, bakker. Robert is wel... Ja, Robert is de mol, ja. Leuke vragen. Stel ze gerust in de chat, zou ik willen zeggen. Dan, even kijken. We kunnen nu wel de vraag beantwoorden. Wat vond je nou van dit seizoen eigenlijk? Want daar hebben we het natuurlijk net over gehad. Ik vond de molacties wel heel erg leuk, eerlijk gezegd. Ja, zeker. Ja. Heeft me niet teleurgesteld. Nee, zeker niet. Ik moest wel... En ik moest vooral lachen om hoeveel Kees eigenlijk... Weer in deze... gewoon in deze finale... Ja. Hoe vaak hij er ook gewoon even bij wordt genageld. Mm. Weer aan de schandpaal door... door Anna. Ja, ik vond het ook heel leuk. Ja, ja, ik denk dat Mito in de chat... de spijker op zijn kop slaat. Het seizoen was op zich wel... het seizoen was leuk, maar ik vond de opdrachten vooral tegenvallen. Kandidaten waren allemaal ook wel leuk. Ja, slecht uitgelegd vooral. Toch? Ja, dat is inderdaad. Ja, en minder leuk ook wel, ja. Dus, maar ik denk over het algemeen was het wel... het was niet het aardig seizoen, zeg maar, al met al. Ja, het is niet het allerslechtste seizoen. De kandidaten maakten het seizoen wel, moet ik zeggen. Zeker, ja. En ik moet zeggen, door de mol vind ik het ook wel leuk. Als de mol hier weinig had gedaan... Ja. Maar ik vind het niet tegenvallen, de mol van dit jaar. Ik zie ook op de vraag, was Anna beter dan René? Ja, ik vind het van wel. Ja, vind ik ook, zeker. Ja, absoluut. Jantine zegt ook nog, gooi er even alle tarotkaarten van de finalisten. Je hebt Vlag, Justin Cactus, Jeroen Schaar, Jan Hart, Bab Semerman. Oké. Precies. Nou, dat is duidelijk. Mm-hmm. Zouden jullie mee willen doen aan Wie is de Mol met onbekende? Ja, volgens mij hebben we het straks ook al heel erg over gehad. Klopt. Ik denk allebei ja, maar als je daarna gaat denken over... je moet er wel best wel wat vrij voor pakken en je mag tegen niemand zeggen en... Je bent toch wel even een tijdje te running of zo. Maakt het logistiek wel wat ingewikkelder. Ja. Los daarvan lijkt het me superleuk. Super gaaf, ja zeker. Lisanne vraagt ook van... Guido, stel je wint Wie is de Mol. Zou je dan met je bondje G het geld delen? Zeker. Dat moet natuurlijk wel. Maar ik, dat zeg vind dat, ik zeg dat nu weer voor jou. jij zegt wel... Ja, precies. Ja. Guido doet dat wel. Ja, tuurlijk. Ja. Kan ik daar nou op, anders op antwoorden nog? Ja. Maar ik denk dat ze wel heel bewust kiezen van dat kandidaten elkaar niet kennen. Anna zegt al, ik ken alleen Jip, kende ik een beetje en voor de rest niemand. Ja, dus... je hebt elkaar misschien wel eens in de... Ja. Ze zitten allemaal toch wel een beetje in de televisiewereld. Wel een keer, of de mediawereld, laten we het zo noemen. Ja. Wel een keer gezien, maar dan ken je elkaar ook niet echt. Nee.
Nee, dus ik denk dat ze daar ook wel op letten dat ze die bondjes ook een beetje... Hè, want anders ga je te veel naar degene toe bonden die je al kent. Dus precies. Ik denk dat ze daar wel rekening mee houden, ja. Als jullie mee zouden doen, zouden jullie inderdaad niet... Dan zouden we inderdaad geen filmpjes kunnen maken. Nou, het is overigens vooral Guido die de filmpjes maakt. Ik zit toch vooral bij op verzoek van Guido. Ja, jij doet bij mij de molkast natuurlijk altijd. Ja. Zo maken we toch een beetje samen precies. Het kanaal van. Is... En mijn zusje die zit in de chat, die zegt... En met je zusje delen natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk Kim. Jij ook. Oh, Amy zegt zelfs dat ze de maximale score in de app heeft. Echt? Wauw. Jij speelt niet mee in de app, nee, toch? Ja, ik zag dat bij jou wel. Ja, ik vergeet de score ook in de app mee te spelen. De score is berekend. En jullie hebben natuurlijk meegekeken hoe mijn verdenkingen waren. Dus het zal niet heel... Spoilers, Guido heeft het niet heel goed gedaan. Nee. Sterker nog, ik heb van de 208.700 punten die je maximaal kon verzamelen... heb ik er... Ik weet niet of je 3000. Ja, dat kun je goed zien. Ja. 3000. Kijk, dat is niet veel. Nee. Ik heb 0 keer op de goede mol ingezet. En ik heb 3000 punten doordat ik 6 testvragen goed had. Ja, ik ben eigenlijk wel hier even benieuwd naar. Ik ga even een polletje in de chat zetten. Stemmen. Ah, oké. De poll. Had je de mol goed? Ik ga even een... Oh, no. Ja en een nee. Oh. En wel eerlijk antwoorden. Ja. Ik ga even een polletje erin zetten. Of je de mol of je de mol goed had, ja of nee. En het zou leuk zijn dat jullie even eerlijk de reactie erop geven. Ik ben gewoon heel benieuwd wat de tendens in de chat op dit moment een beetje is. Ja, goed, heel goed. Ja. Hij ging heel snel naar nee. Oké, nu staat hij toch wel weer op ja. We gaan het zo zien. Ik weet niet hoe lang je hierop kan stemmen, maar ik ben heel benieuwd. Laten we die even op de achtergrond aanstaan. De mensen die het, goed hadden in mijn pool, die ga ik straks nog even in de 10e aflevering van mijn... Oh, kijk. Oh, dat is wel leuk. Een video doe ik altijd eventjes. Dus als je mee hebt gespeeld in mijn pool, dan noem ik jouw naam. Ik zie ook best een aantal mensen met een hoog aantal punten. Dat is niet slecht. Ja, nou... De Lost Uri Geller zegt, ik zat vol op Rosario. Ik zit helemaal fout. Ja, helaas. Ja, ik had dat dus met token. Ja. Dus, ik moet wel zeggen, door die verdenkingen van de kandidaten... en dat betoog dat Rick voor Rosario, ging ik toch nog wel twijfelen over. Nou, ik zat ook wel echt op Fonds, hoor. Omdat ik de hele tijd hoorde van ook iedereen Fonds, zit op Fonds. Fonds. Ja. Hebben we dan zoveel gemist of zo in de aflevering? Dat wij dat niet hebben gezien? Ja, maar... volgens mij, als ik het goed heb onthouden, hebben alleen Rosario en Fonds op Anna. Dat zei ik wel, inderdaad. Ja. Dat heeft dus wel heel knap. Nou, ergens hoopte ik stiekem toch ook wel dat Rosario het was op een gegeven moment. Toen Rick zei dat niemand hem ooit verdacht heeft. Ja. Het was, dat had ik toch wel mooi gevonden. Ja. Dat was wel een primeur geweest. Ja. Ja, want dat is dus nog nooit gebeurd. Dat niemand op de goede mol zat in de finale. Dus dat hebben we vorig seizoen ook nog wel vaker benoemd in de molkast. Maar volgens mij dit keer ook niet. Nou, het is ook vaak de vraag van de moloten is dan van wat gebeurt er als niemand op de goede mol zit? Maar dan kijk je gewoon nog alsnog naar de meeste vragen goed. Want vaak zit er, ik denk ook in de finale test, zit waarschijnlijk een vraag als is de mol een man of een vrouw? Precies. Ja, dat zijn vaak de startvragen van die test. Ja, klopt. Dus je hebt altijd wel eentje goed, want... Overigens zien we volgens mij nooit het vragen van de finale test. Dus ik weet niet of dat daar ook zo is. Maar dat is wel altijd in de voorgaande test, dat je dat soort vragen hebt. Ja, je hebt natuurlijk die inzage in die 10 vragen gezien. Maar dat was niet de eerste vraag van wie is de mol een man of een vrouw of zo. Dat was dan... Ik denk dat wel altijd de eerste vraag gewoon is, ook bij de finale test. Maar dat dus... ondertussen gaat het heel veel over of het goed ging of niet. De 75% van de moloten in de poll, die had het goed. Ja, nou kijk, dat is toch 3/4 van de chat. Dat is nice. Maar dat was ook wel ongeveer de tendens van jouw kijkers, dacht ik, of niet? Ja. Dus, ik ga hem nu in ieder geval even beëindigen. Ja. Nou, heel goed chat. Ja. Lekker bezig allemaal. Oh kijk, dus komt hij ook even in de chat staan. Waar is die 1% gebleven? Ja. 75 en 24 nee. En 1% die weet het niet. Vonden jullie Fons een leuke kandidaat? Ja, ik vond Fons wel lachen. Ik kon al met... was ook wel een beetje een warrige kandidaat of zo. Maar wel heel fanatiek. En dat vind ik altijd wel leuk.
Ik zou hem een beetje de Jochem van Gelder willen noemen. Maar hij was ook een beetje een soort klunzelig. En ging ook niet allemaal goed. Maar niet de mol uiteindelijk. Ja, nee. Ja. Maar ik vond eigenlijk geen één kandidaat niet leuk dit seizoen. Ik vond het eigenlijk allemaal wel leuk kandidaten. Ja, ik vond het ook allemaal wel leuk eigenlijk. Ja. Soms heb je ook wel eens dat je een seizoen hebt dat je denkt, ja, die kandidaat mag er eigenlijk... Ik vond vorig jaar zat... zo snel mogelijk eruit. Zat die ene vrouw die er toen in zat, hoe heette zij ook alweer? Die was een beetje zo'n zweverig type. Oh, je bedoelt Aniek, denk ik. Aniek, ja. Wij hadden toen allebei zoiets van, ja, als Aniek eruit zou, zouden we het niet heel erg vinden. Nee, niks ten nadele van Aniek, maar... Nou, ik moet heel eerlijk zijn, ik had het een beetje bij Rian, maar ik hoorde dan later achteraf van... Okay, zij was heel ziek. Echt een parasiet gehad. Ze heeft echt is goed ziek geweest. Ja, want je merkt dat zij, hoe langer de afleveringen duurden, hoe minder actief zij werd in de opdrachten. Maakt haar ook heel verdacht natuurlijk, maar ja, ik had het ook wel netjes gevonden als ze dat eventjes vermeld hadden of zo. Want je gaat iemand toch afrekenen op hoe je zo in zo'n aflevering eruit komt. Maar onterecht is. Dus sorry, ik hoop dat je niet kijkt naar mijn video's, Rian. Maar als je toch kijkt... Heel veel mensen leukste kandidaat. Ja, precies. Ja, ja. Nee, maar ik vond dit seizoen kandidaten echt wel een leuk seizoen. Ze hebben echt wel minder seizoenen gehad. Ja. Even kijken. Wat zijn nog meer leuke vragen? Wie hopen jullie dat het deelneemt aan het volgende seizoen? Oei, met daar hebben ze trouwens niks over verteld. Nee, ze hebben niks over een extra seizoen. Dus ik denk dat het gewoon het nieuwe seizoen wordt met onbekend. Want dat werd wel al gelekt of iets over gezegd, toch? Ja, mensen konden zich aanmelden voor een nieuw spel. Dat heette The Game, volgens mij. Ja. En dat was met onbekenden. En nu is er dus gelekt door Tina Nijkamp. Zij doet een beetje die kijkcijfers en zo bijhouden. Oh, okay, en een beetje dat soort nieuwtjes houdt ze altijd bij. Die zei van, nou, Hila, die ooit een keer meegedaan heeft in Wie is de Mol, die zou de presentator zijn en ze zouden naar Oman zijn gegaan. Oh, oké. Okay. Maar ik kan me ook nog heel goed voorstellen dat dit gewoon een seizoen wordt voor na het 25e seizoen. Dat zou kunnen. Dat ze het een beetje zo als het jubileumseizoen verpakken. Precies. Maar als we er gewoon... Ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen wie hebben jullie graag dat er meedoet. Want dit seizoen was naar mijn idee het eerste seizoen dat er echt al een aantal semi-BN'ers meededen. Kees was wel bekend. Ja. Jeroen was wel redelijk bekend. Rosario, Tooske hadden allemaal wel al een iets bekender iets om zich heen hangen. Cis. Kees zeker, die kende echt half Nederland. Ja. Dus, maar meestal zijn het wat BBN'ers, zeg maar. Of misschien zelfs. Dus ik heb nog nooit van Babs gehoord, heel eerlijk. Maar het is dus heel moeilijk om te zeggen wie heb je graag dat er meedoet, omdat het vaak mensen zijn die wij ook niet kennen. Nee, dan moet je inderdaad net een podcast hebben of onderdeel zijn van een programma. Een sidekick van een of ander programma. Als ik dan toch iemand mag opperen, dan wil ik graag dat Xander van der Wulp meedoet. Of Luc Ickink of zo. Dat. Hè? Die doet dan vaak RTL Boulevard. En is dat vroeger bij Bo altijd als sidekick. Ja. Een beetje dat soort mensen kunnen wel eens meedoen. Ja, ik denk dat Enzo Knol te bekend is. Is te bekend. Sorry, ja. Ja. En ja, ze zouden dat kunnen doen om misschien extra kijkers te trekken. Maar dat heeft het programma niet nodig. Vind ik niet NPO-achtig overigens. Nee, vind ik ook. Maar ja, jullie hebben dus gehoord. Luc Ickink en Xander van der Wulp. Dat zijn onze wensen voor komend seizoen. Ja. Dus redactie, doe er iets mee. Zou ik zeggen. En Enzo Knol wordt volgens mij binnenkort vader. Dus die zou ook niet zo snel meedoen, denk ik, nu naar een zwangerschap. Ik zie ook, in welk land zouden jullie Wie is de Mol nog eens willen zien? Oeh, dat is wel een goede vraag. Japan lijkt mij wel tof. Hebben we het daar ooit gezien? Oeh. Nee. Volgens mij niet, hè? Nee, dat vind ik wel een land daarvoor. Wacht, ik heb hier een molboekje staan. Daar staan alle dingen in. Wacht even. Japan volgens mij niet. Nee, dat vind ik wel echt een land daarvoor. Wel China. China wel. En... Of is seizoen 10 in Japan geweest? Ja, toen keek ik volgens mij nog niet echt. Ja, of dat herinner ik me niet van. Ik weet ook wel wat. Oh, 2010 Japan. Ja, toch wel. Hè? Ja, met Kim. Ja, dat was wel wel. Als je iemand Rusland zegt, ik denk dat dat op dit moment vrij moeilijk wordt. Of Oekraïne of zo. Ja, dat wordt wel een lastig verhaal. Ja. Nee, ik denk dat dat niet, niet gaat gebeuren. Nee. Ja, 2010 zie ik. Ja, nee, ik geloof jullie. Ja, kijk hier. Japan. Oh, wacht, maar we kunnen misschien op basis hiervan wel even een nieuw land uitzoeken. Dan moet ik even Japan erbij pakken. Daar, kijk.
Japan. Eens even kijken. Kijk jij maar even. Ik ga eens even kijken. Ongeveer wel, maar. Ja. Wel oh ja, ik zie dan Groenland. Maar Rusland is heel leeg. Ja, ja. ja. Ja, waar zou jij graag willen? Ja, Marokko of zo. Oh, dat lijkt me wel een toffe. Maar ja, kijk, daar wonen natuurlijk ook wel heel veel mensen die waarschijnlijk Wie is de Mol kijken, toch? Denk je? Ja, nou ja, weet ik niet hoor. Weet ik niet. De lijntjes met Nederland zijn wel wat kort, maar het lijkt me wel een tof land om dat te doen. Ja, Marokko of zo, ja. 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 Ik zie iemand noemen Brazilië, dat is ook wel een goeie. Daar is het ook nog nooit geweest. Nee, dat vind ik ook een leuke... Nou, inderdaad, wel. Er zijn wel een Argentinië geweest, een paar keer zelfs. Ja, ja. Zuid-Korea, daar zat ik ook aan te denken. Dat is wel natuurlijk een beetje in het straatje Japan, China, zeg maar. Ja. Maar Canada is ook heel groot. Daar kun je makkelijk nog een tweede seizoen doen. Ja, daar ben ik één keer geweest. De Verenigde Staten zou je ook nog best een keer een seizoen kunnen doen. Dat is. Ja, dat klopt wel. Kijk, in Afrika zou ook leuk zijn. Ik denk dat het probleem in Afrika is dat je ook nog best wel vaak wat geschillen hebt tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ik denk dat dat misschien qua opnemen moeilijk is. Dan weet ik daar niet te veel, want ik ken daar ook het nodige niet van. Maar ik denk dat wel het bemoeilijkt om daar een seizoen uit de grond te stampen. Ja. Ja, maar ook een beetje, kijk, zoals Oman, dat is toch die regio waar ze niet zo heel veel geweest zijn. Nee, dat is. Maar daarom zou ik Afrika ook leuk vinden. Kant, dat gewoon ergens Midden-Afrika, want daar hebben ze ook nog weinig gedaan. Ja, mee eens. Ja. En ik denk dat of Chili of zo, dat is ook wel tof. Ja, dat gewoon een beetje daar, dat zuiden daar. Ja. Zo, ja. Australië zie ik ook genoemd worden. Daar zijn ze al twee keer geweest. Ja, wel in het begin van dat kunnen ze op zich ook nog wel willen doen dan, inderdaad. Ja. De Nederlandse Antillen, daar gaan we naartoe. Ja. De ABC-eilanden. ABC-eilanden. Allemaal. Daar kijkt iedereen Wie is de Mol. Precies. Dus dat zal wel niet... misschien dat hij nu wel live iemand mee zit te kijken. Ja, was het toen niet ook dat toen Rocky Mol was, dat er allemaal mensen daar zaten te kijken? Ja, of was dat die kwam uit Curaçao van. Ja. Ik weet niet precies wat het was. Werkte daar, weet ik veel. Ja, leuk. Liechtenstein. Ja. Een beetje zoiets, ja. Even kijken. Suriname. Leuk. Zijn er nog vragen uit de chat trouwens? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden jullie goede hints? Ja, we hebben er volgens mij net ook al wat voorbij zien komen. Ja. Maar, en zijn jullie een beetje teleurgesteld in Anna? Of vonden jullie het juist heel leuk dat Anna de Mol? Ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal vinden. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Staat Anna in jullie top 10 mollen? Poeh, ja, top 10 vind top 10? Ik... Ja, nee, ja, ik heb geen top 10. Oké, top 5. Jezus, ja, dan moet ik echt wel ook weer graven zeg maar. In het verleden. Ja. Ik vond er een leuke mol, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar mollen die ik in ieder geval in mijn top 5 heb staan, daar noem ik al gelijk een Dennis Wening, die staat daartussen. Ja. Een George van echt het begin van seizoen 3 of zo, volgens mij zelfs. Kees Stol, Jan Versteeg. Ja, ik vond Patrick Stolf ook leuk. Vond jij leuk, ja. Die staan echt wel hoog. En dan moet je echt je best doen om daartussen te komen. Ja, zeker. Jeroen Kijken, de vechter, vond ik ook echt erg leuk. Ja. Dus ja, dan wordt het wel heel lastig om daartussen te komen. Ja, misschien net niet top 5. Maar ik vond het niet onwaardig. Ja, nee, zeker niet. Nou, van een leuke, goede mol. Leuke mol. Maar we moeten er wel eerlijk bij zeggen. De opdrachten zijn wel zo ingestoken dat er veel molgeld weer uit de pot komt. Ja, precies. Zonder dat de mol daar daadwerkelijk iets voor hoefde te doen. Precies, alleen Kees hoefde daar wat voor te doen. Ja, die heeft €2000 uitgehaald een keer. Ja, Rosario 3000. Anna heeft dan één keer 500 uitgehaald. Ja. Maar ja, Rosario heeft ook heel veel mensen afgeschoten. Wel slim van Anna om daar te bedenken van ik neem geld mee. Hè? Ja. Dus, ik zie hier wel iemand zeggen, ik vind Anna een leukere mol dan dat ik had verwacht voor de uitzending. Daar ben ik het ook wel mee eens. Echt wel leuke, gewaagde molacties heeft ze gedaan. Zeker in dat bootje bijvoorbeeld. Ik vind het ook leuk dat ze ook gewoon door die stad wandelen, even enveloppen van waar de goede locaties in zitten, weggooien. Maar toch niet aanwezig zijn dan bij die laatste doorloper die puzzel die opgelost moet worden. Inderdaad. Want daar was ze gewoon weg. Dus. Ik zie dat iemand vragen waarom gaat de huidige regisseur weggaat. Ja, volgens Carlo gaat weg. Volgens mij heeft hij dat nooit echt duidelijk waarom die nou weggaat of wel. Hij heeft wel een interview met nu.nl gehouden. Maar ik weet eerlijk gezegd, ik denk dat hij er gewoon dat hij iets anders wilde. Ja, dat denk ik. Na zoveel jaar hetzelfde wil je ook op een gegeven moment iets anders, lijkt me. Hij was volgens mij regisseur letterlijk in het eerste seizoen. Uh-huh. En volgens mij is hij er heel even kort tussenuit geweest. Of heeft hij een andere functie bekleed. En is hij daarna alleen nog maar regisseur geweest. Oké. Okay.
Dus ik kan me zo voorstellen naar, nou ja, pak een beetje 20 jaar, dat je zoiets hebt van, nou, nu vind ik het ook wel mooi geweest. Ik ga of een ander programma nog regisseren, of ik stop er gewoon mee. Ja, maar dat zie je wel vaak, ook met presentatoren of regisseurs. Dat op een gegeven moment ben je gewoon ook wel een beetje klaar met hetgene wat je constant gedaan hebt. Dus ja. Hier hoor ik ook vaak in de chat van, vind je Anna een beetje een soort Merel-mol hebben? Vraagt de boekencollector 07. Nee, niet echt. Nee? Ik vond Merel, zeg maar, Anna speelde ook als fanatieke kandidaat, wat Merel ook deed. Precies. Maar ik vond wel dat Merel, die speelde geld uit de pot, maar verdiende ook heel veel. En ik had niet het idee dat Anna nou heel veel geld verdiende of zo. Nee, dat ben ik mee eens. Nee, kijk, en zeker die eerste opdracht, wat ze zelf ook benoemd had, of die tweede, die mislukt was eigenlijk. Mm-hmm. Maar dat lag niet alleen aan haar dat die mislukt was. Nee, dat klopt. Dus dat vind ik niet dat je dat compleet op haar kunt schuiven. Nee, dat is ook zo. Ja. En ze verpakt het dan ook wel weer mooi dat ze daardoor vertrouwen kan winnen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar goed. Ik zie ook iemand vragen of Rick presentator blijft. Ja, er is niet bekend dat hij geen presentator wordt in ieder geval. Ik heb iets gehoord over dat hij wel seizoen 25 ging presenteren. Maar ik ben even benieuwd naar waar. Het zou me niks verbazen als hij daarna wel gaat stoppen. Dat ze dan, dat ze dan een nieuwe presentator of presentatrice... Moet toch wel een keer, zou je zeggen, toch? Ja, 8 heeft het niet heel lang gedaan toen. Volgens mij even lang als Rick nu. Echt? Ja, volgens mij wel. Voor mijn idee was het veel korter. Wacht even, ik ga heel even de Wikipedia erbij pakken. Ja. Als je iets niet weet, Wikipedia. Als je het vindt. Wikipedia. Wie is de mol? Wikipedia, de vrije encyclopedie. Volgens mij doet Rick het nu 7 seizoenen al. Staat dat hierbij trouwens? Of moet ik gewoon even naar Wie is de Mol zelf? Wie is de Mol? Even kijken. Wil ik even de chat mee laten kijken? Zo. We pakken even Wikipedia erbij, chat. Precies. Hier staat het op. Kijk, hier kun je het zien. Oh, ja. Art Rooijakkers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seizoenen. Ja. En Rick, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seizoenen. Ja, maar dat is wel inclusief het dingenseizoen. Ja, het jubileumseizoen. Het jubileum. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Zo 1 jaar minder in ieder geval dan. Als je die niet meetelt. Maar dan zullen ze ongeveer hetzelfde. Nou, maar mijn idee deed altijd korter. Maar dat, dan heb ik dat gewoon fout in mijn geheugen zitten. Ja, daarvoor zie je ook Pieter-Jan Hagens heeft het maar 4 seizoenen gedaan. En K van de Graaf 2. En Angela heeft er 5 gedaan. Oké, duidelijk. Ja. Dus dat. Ja. Ja. Even kijken. Mollevi zegt... Anna heeft het gewoon super gedaan. Ze heeft ontzettend veel invloed gehad. Leuke acties en slimme tactiek. Prima, de rest ligt aan de makers. En ook aan het feit dat de kandidaten ook mollen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Daar kan Anna niet zoveel aan doen aan de opdrachten zelf. Nee. En ik vind ook niet dat je daar dan de mol op moet afrekenen. Inderdaad, daar ben ik het mee eens. Even kijken. Of onze favoriete presentator. Vind ik moeilijk. Ik ben een beetje met Art Rooijakkers opgegroeid. Ja, dus ik vind Art Rooijakkers... Niet met Pieter-Jan? Pieter-Jan kan ik me ook heel goed herinneren. Ja, heb ik later teruggekeken. Ah, oké. Want ik weet nog wel dat ik actief keek toen Pieter-Jan... Ik kijk eigenlijk pas vast sinds seizoen 14. Oké. Okay. Toen ik het ook echt met vrienden ging kijken. Nou ja, ik zou willen zeggen Pieter-Jan, omdat dat mijn eerste herinneringen ervan zijn. Maar ik vind Art en Rick ook het wel... heel goed doen. Ik vind wel dat je een beetje een soort van semi-serieuze presentator of zo. Ja, je moet een soort statuur hebben. Dat je aankomt lopen en dat je dan gelijk een beetje schrikt van... oh shit, daar staat de presentator van dit seizoen die ons weer een opdracht gaat geven of zo. Ja, ja. En Angela was toch wel een beetje van... hey, laten we het gezellig en kandidaten, goed dat jullie er zijn. En bracht het iets vriendelijker of zo. En dat, ik moet zeggen, dat heeft Rick ook wel in het begin al gehad. Ja. Maar je moet ook een beetje in die rol groeien, denk ik. Het is niet dat je dat direct... Nee, dat... Dat je eerste seizoen je beste seizoen is of zo. Ik kan me goed voorstellen. Nee. Ja. Even kijken. We hadden het al natuurlijk over de leukste opdracht gehad. Ja. Ben je het er nog steeds mee eens dat dat de leukste opdracht is? Ja, ik vond hem wel gewoon heel grappig. Ja. Als je met mol actie, dan was in één keer de saaiste opdracht gelukt. Dat Anna altijd uit het bootje gooide. Ja, dat was wel hilarisch. Maar ik vond toch die met die tuk-tuks vind ik wel leuk. Dat ze dan heel gewaagd daar die kettingen weggooit. En dat ze Spaans spreekt tegen diegene die Charlie blijkt te zijn. Ja, dat is wel echt heel leuk. Ja, goed gedaan. Ja. Ja, daar heb je net het geluk dat Jeroen er al uit is. Dat je dat kan doen. Hè? Want Jeroen sprak ook Spaans. Ja. Mm-hmm.
Ik zie hier volgens mij Lisanne zeggen, die vraagt of we ook Moltaal kijken. En vervolgens waarom zij het zelf niet kijkt. Dit is volgens mij precies wat Guido daar straks ook aanhaalde. Wat hij heel vervelend vindt aan het programma. Heel druk door elkaar heen praten. Ja. Weinig molacties. Terwijl ze hebben een hele app met een soort onderdeel van de app. Wat je hints kunt insturen. Oh, okay. Alleen dan behandelen ze, als je geluk hebt, misschien net twee reacties. Ja. En dat vind ik echt heel weinig. Ja. Voor het hele feit dat er echt wel veel meer hints gestuurd worden, denk ik. Dat je er maar twee uitpakt, is echt gewoon schandalig bijna. Ja. En wat je heel vaak merkt is, ze willen de hele aflevering doorbespreken. Mm-hmm. Alleen ze hebben maar een half uur de tijd. En ze zijn gewoon de hele tijd met elkaar aan het praten over van alles en nog wat. Wat ze dan een leuke moment vonden in de aflevering. Dus de insteek is ook wel natuurlijk dat het moet een beetje grappig zijn. Je wil een soort samenvatting geven. Ja. Dus ik denk dat je dan niet de juiste balans vindt om voor de diehard moloot daar dan de juiste content voor te geven, zeg maar. Precies. Dus daarvoor moet je toch naar YouTube. Ja. Niet om mezelf te pluggen, maar ik denk dat je op YouTube dat is veel gerichter op wat de meeste mensen willen horen. En niet al die poespas eromheen. En ik denk dat dat voor tv niet werkt. Ja. Maar dus dan moet het een beetje gezellig zijn. En dan laat je nog even de Macarena van Fons zien. Ja, wat natuurlijk ook heel grappig was. Maar ja, dat heb je nou al een keer gezien. Moet je dat dan nog een keer laten zien? Ik wil gewoon leuke hints dan zien. Ja, ik zie iemand vragen of de Wie is de Mol België al begonnen is. Heb jij daar meer info over? Ik heb daar meer. Ja, natuurlijk heb ik meer. Zullen we maar een stukje de Mol België doen dan? Deze man heeft alles koeps. Dat is echt niet normaal. Alles koeps. Wacht even. Ik pak heel even de site van GoPlay erbij. Dat is de website van de Mol België. Overigens is het. Was het vorig jaar op de NPO te bekijken? Dit jaar ook weer. Dit jaar ook weer. Nou, kijk, dat weet ik dan vast. Mol België is gewoon op de Nederlandse website te volgen. Op NPO Start, volgens mij. Gratis account. Inderdaad kijken. En dan kun je volgens mij een dag later bekijken of zo. In ieder geval, zo was het vorig jaar. Precies. Op zondag is normaal gesproken de aflevering in België op tv. Ja. En dan kun je de dag daarna om 8:00 s'avonds, op de maandagavond, kun je de aflevering een week lang gratis bekijken op NPO Start. Ja. En anders moet je een NPO Plus account hebben als je nog de oudere aflevering wilt kijken. Of NL ziet of iets in die richting, volgens mij. Inderdaad. Ik pak heel even de site van de Mol België erbij, hoor. Yes. Even kijken, want het zal hier vast wel ergens tussen staan. Iemand vraagt tot hoe laat wij doorgaan. Ja, ik denk tot we zelf een beetje het idee hebben dat we klaar zijn. Of de input uit de chat zo matig wordt dat we denken, hier kunnen we niks meer mee. Ja, op een gegeven moment heb je alles wel een beetje behandeld. Hè? Maar we kunnen even de Mol België, is wel even een goed puntje. Ja. Want dat is waarschijnlijk het volgende waar we mee doorgaan dan. Precies. Even kijken, zo. Heb je eens een beetje gevolgd wat er is gebeurd in de... Nou, wat ik mee heb gekregen is dat verschillende oud-mollers, is voor de mensen die het niet is, Stravia, dat is een app waarin je bij kunt houden hoeveel je fietst of rent of wandelt of whatever. Ja. En verschillende oud-mollen plaatsten allemaal een beetje rond dezelfde periode een foto van een Stravia, dat ze een bepaalde lijn hadden gelopen. En van die lijn zou je dan een letter kunnen maken of een cijfer. En van dat cijfer zou je dan weer een... Kijk, dit kon je ervan maken. Ja, precies. Het mol-logo. Mol-logo met een twee erin. Ja. Die twee staat, leren we later in ieder geval in een filmpje, voor een soort dubbelspel. En het feit dat niet alleen de mol dit jaar een dubbelspel speelt. Ja. Dus dat zou kunnen betekenen dat er of twee seizoenen komen, is vaak genoemd. Twee mollen wordt altijd genoemd als een twee. Ja, natuurlijk. Twee mollen, ja. Geloven wij niet. Misschien dat een kandidaat een soort extra functie heeft. Dat hij bij een bepaalde opdracht mag mollen. Ik hoop dat er een tweede kandidaat is die een andere opdracht heeft in het seizoen, waar ook nog iets mee gaat gebeuren. Ja. Maar goed, we hebben ook nog een foto gezien met oud-mollen. Ja. Daar was dus waren ze aan het padellen. Daar zie je ook weer dat twee logo terugkomen bij Gert op de achtergrond. Ja. In zijn talkshow. Ja, ik vind dat België dit dus altijd heel goed doet. Ja, die marketing is echt... Absoluut, ja. Ze hadden ook tijden op Instagram geplaatst. En dan moest je dus naar een bepaalde locatie. Volgens mij in Antwerpen en Leuven en in... nog iets. Gent of zo. Ja, een grotere Belgische plaats. Precies. En daar werd dus ook weer dat mol-logo geprojecteerd. Alleen daar was iets anders mee. Daar was een soort flikkering in het logo. Mm-hmm. En daar kon je als morse kon je daar uithalen dat op 24 maart dus het seizoen begint. Ja.
En volgens mij een week daarvoor, dat zal volgende week zondag zijn uit mijn hoofd, worden volgens mij de kandidaten bekendgemaakt. Ja. Ja, ze hebben daar een soort van Café de Mol en dat kun je dan ook kijken. Ik zit heel even te kijken of ik dit überhaupt kan laten zien aan jullie. Ja, dat kan. Dat kan. Wil je het laten zien? Ja, laten we even zien. Oké, wacht even hoor. Ik pak heel even geluid erbij. Komt-ie aan. Dit is de trailer van de Mol. Ze zijn overigens ook altijd erg goed in België. Heel goed, ja. Heel goed. Komt-ie. Een nieuw hoofdstuk in de Chronieken van het Verraad. Al jaren speelt de Mol dubbelspel. Maar in Sicilië wordt het anders. Dubbel zo moeilijk. Want niet alleen de Mol speelt dit keer dubbelspel. Ja, dat is zondag 24 maart. Je houdt het spannend in ieder geval. Ja, precies. Ja, dat doen ze zo goed. Gewoon, dit zet de hele toon voor dat seizoen eigenlijk. Mm-hmm. Moet ik wel bij zeggen dat ik dit jaar bij de Mol, of bij Wie is de Mol, vond ik het ook wel mooi hoor. Met die waarzegging ja, en zo zeker. Was dat wel goed in elkaar. Zouden we het goed, ja, zeker. Ja. Dus ja, leuk. Leuk. Dus dit is eigenlijk een beetje de informatie die we even kort samengevat over de Mol kunnen vertellen. Heb je deze, ook nog best wel leuk, heb je deze gezien, dat filmpje, dat voorstelfilmpje? Deze volgens mij niet. Oh, dit was de bekendmaking van het land, okay, zeg maar. Okay. Dat kan ik niet. De investigatoren zijn arrivati al ristorante Sicilia. Voor de duidelijkheid, dit is Matteo van vorig jaar. Chi delitto ha rubinato? Ja, de Vlaming. Ja. Completamente tagliato a pezzi. Penso che devo vomitare. Oh. Ho trovato l'arma. Ja. Un coltello. Ja. Niet heel duidelijk. Un coltello. Maar... Dai! Matteo, calma con le prove. Ma che cazzo dici? Non dirmi di calmarmi, capisci? Ma guarda qua. Spaghetti. Tagliati. Gesneden spaghetti, no. Ma chi può tagliare a sangue freddo gli spaghetti a pezzi? Drama. Yeah. Chi? Chi l'ha fatto? Vedo solo una possibilità. È stata opera della talpa. Dit is wel heel erg leuk. Lo prendiamo insieme. No, Matteo. Hai già avuto la tua occasione, ti ricordi? Non heb je die kans al gehad op de rolstoel was, maar dat is niet gelukt. Ja, dit is toch fantastisch. Dit is sowieso een heel leuk gedaan. De aankondiging van zo'n seizoen kan doen. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, heel veel zin in de Mol België. Ja, dat gaan we ook zeker weer volgen. Ja, ik zag dus al een paar mensen in de chat vragen van, ja, gaan jullie dit eens ook behandelen? Dat is wel het idee. Dat, ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, ik ga er ook weer video's over maken. En ik denk dat we ook gewoon lekker weer de Molcast voor België gaan doen. Ja, het is altijd heel spannend wie is de Mol België. Of de Mol België, moeten we eigenlijk zeggen. Ja, precies. Ja, ja, daar zitten de opdrachten wat... Ze betrekken het land er heel erg bij. Dat zag je natuurlijk net al met die... over die twee en die pilaren. Echt dat Italiaan. Het spannende komt er ook wel om de hoek kijken gelijk. Precies. Dus ik raad ook iedereen aan het echt te volgen. Ja, het is echt fantastisch. Ja. Ga jij nog iets van een video maken hoe mensen het kunnen bekijken? Of meestal doe je dat wel, hè? Ja, ik maak vaak wel een nul aflevering. En dan vertel ik ook gewoon even, oké, hoe moet je de aflevering kijken? Dat soort dingen allemaal. Praktische inhoud. Ja. En misschien dat ik dat pas doe nadat de kandidaat ook bekend is gemaakt. Ja, dat is wel een mooie moment, denk ik. En dan kunnen we nog even mooi Wie is de Mol afsluiten deze week. Precies. Dus dat lijkt me mooi. Lennart was een hele goede mol, zegt... Ja, dat was zeker een hele goede Smit. Mol. Ja, zeker, ja. Of Miri zegt het, sorry. Mm-hmm. Wat is je favoriete seizoen? Ik neem aan van Wie is de Mol dan? Ja, van Wie is de Mol. Nou ja, daar hadden we het daar straks over. Ik vond het seizoen toen Rob de Kee... Dat was 2020 volgens mij, toen hij de mol was. Dat vond ik wel heel erg leuk, want dat was zo moeilijk dat seizoen. Ja, ja, en, dat was heel spannend. China. Dat vond ik echt wel een heel tof seizoen, als ik van de recentere seizoenen er eentje uit moet pakken. Ja. Ja, en wat iets langer terug, wat ik, volgens mij haal ik iedere keer aan. Ik weet even niet bij mijn hoofd welk seizoen dat was, maar dat Patrick Stolf de mol was. Ja, seizoen... Of zo, het was wel eerder al. Ja? Seizoen 11 of zo. Toch wel. Ja. Ja, dat vond ik ook een heel erg leuk seizoen. Ja.
Hier wordt ook nog in de chat gevraagd van of de mol ook een app heeft. Nee, dat hebben ze dus niet. Dus je kunt niet meespelen via de app of wat dan ook. Nee, ik zie hier nog een andere leuke vraag. Of we denken dat de mol qua productie is duurder dan Wie is de Mol? 100%. Want het is van de commerciële omroep in België, waar NPO van de publieke omroep is. Dus daar zit veel meer geld. Dat kun je ook gewoon puur al zien. En de bedragen die kunnen verdiend worden met een opdracht. Het is dan niet gek als er in één aflevering 11.000 euro wordt verdiend of zo. Ja. Dat is niet heel raar of zo. Nee, volgens mij is de laagste pot daar ook van Lennart. Volgens mij van 12.000 euro of zo. Ja, en dat is heel, heel laag. Veel. Ja. Ja, ja. Ja, en dat is echt wel laag, ja. Ja. Dus inderdaad, wat G net al aanhaalt. Het is een commerciële zender. Ja. En die hebben gewoon geld. Ja, dus dat is gewoon geld. Ja. Een Volkswagen is daar volgens mij sponsor. Of een BMW, ik weet het eerlijk gezegd niet dat eens. Dat zit wel goed in elkaar. Maar, ja, precies. Volgens mij een of andere reisorganisatie zit daaraan vast. Dus zodoende. Onze stream loopt heel erg achter. Nee, volgens mij, je bent niet live. Oh, we zijn niet. Oké. Okay. Wij zitten even live mee te kijken, maar het valt een beetje achter. Even kijken. Zullen we nog eventjes tot 11 uur nog eventjes wat vragen behandelen? En dan gaan we het afsluiten voor dit seizoen, denk ik. Zeker. Dus als mensen nog leuke vragen hebben, dan zou ik zeggen, kom maar op. Gaan jullie ook naar de fandag toe in Amersfoort? Nee. Nee, ik helaas ook niet. Nee. Ik moet er wel bij zeggen, dit jaar hebben Moloten van het Forum in Amersfoort weer een Wie is de Mol fandag georganiseerd. Dat was heel vroeger toen Wie is de Mol nog niet zo populair was ook het geval. En toen heeft AfroTros op een gegeven moment besloten om zelf die fandagen te organiseren. En daar zijn ze toen sinds vorig jaar opeens weer mee gestopt. Dus vorig jaar was er geen fandag. Oh, ja. En nu hadden die Moloten opeens weer zoiets van, dan gaan wij het maar gewoon weer organiseren. Ja. Ik moet zeggen, ik heb die dag een feestje van mijn opa en oma. Dus ik ben er niet bij. Nee, ik ga lekker bowlen. Dus, moet ook gebeuren. Ja, ik ga voor die strijk. Ja, dat zou ook doen. Ja, dan moet je op zijn minst een... Oh, iemand zegt voor de money. Ja, heel Esther. Goed. Heel goed, goed bezig. 10 punten. Wacht, ik pak even mijn Instagram erbij. Yes. Want? Kun je onze chat heel even hier neerzetten of zo? Dan dat is het makkelijker meelezen. Even kijken hoor. Kunnen we gewoon erheen toch? Ja, maar ik heb die kanten daar nog. Die kanten staat er nog. Ja, ik doe wel even zo. Ja. En dan heb je hier de chat zo. Ja, dus denk is het goed zo? Ja, denk het wel. Oké. Okay. Even improviseren zo. Ja, een beetje zo. Ja, nu komt hij toch daar. Zo. Ja. Kun je het wel lezen? Ja, als je hem naar beneden scrollt, dan zit hij beneden. Ja, dit is de nieuwste volgens mij. Oh, hier, dit is de nieuwste. Yes. Oké, nou heb jij in ieder geval de chat. Dat is op zich wel leuk. Ja, precies. Ja. Ik zal alleen even de... Kun je het iets beter trekken nog? Want ik zie dat dingen worden afgekapt. Yes, stop. Kijk. Follow the money. Ja, ik heb die van de 9e aflevering hier voor me staan. Ah, ja, ik denk dat wel voldoende is. Als dat denk ik ook. Dat is eigenlijk een beetje het einde waar het op neerkomt. Anna verdient wel het meeste. Ja. Dus dit zegt niet altijd dat follow the money het beste systeem is om de mol te halen. Maar het is ook net... Zeg maar, wat schrijf je toe aan min geld bij Anna en wat niet? Dat is altijd het moeilijke aan follow the money. Ja. Kijk, en het is ook heel veel tekend omdat Rosario er 3000 uittrekt. Ja, ja, dan wordt het heel lastig om daar dan nog... Precies. Om daar nog overheen te komen als doel. Ja. Maar dit is in ieder geval het follow... Ja, Kees het minst. Bijna minst, dat vind ik wel weer. Ja, ja. Precies. Maar ja, dat is ook met dat... 2.500 of 2.000 er uitspeelt voor die vrijstelling. Klopt, ja. Ja, dus dat trekt zijn aantal ook wel naar beneden. Mm-hmm. En je ziet ook, Rian is geen één keer voor zichzelf gegaan eigenlijk. Nee, die heeft altijd alleen voor de pot gespeeld. En die eindigt ook gewoon met 2.080 euro. Ja, maar ook als je naar Justin kijkt, gaat een aflevering 2 eruit, volgens mij. 2 of 3? 3. Ja. En dan toch best wel een groot bedrag nog ophalen. Ja. Precies. Dus in dat geval... Ja, is het niet altijd eerlijk wie dan de pot krijgt, Maar dat maakt toch niet uit. Het spel is ook een stuk tactiek, dus dat is geen punt. Ja, dus dat is ook wel zo.
Vinden jullie van alle mol-modellen? Wat zijn mol-modellen? Weet jij wat dat zijn? Ik denk dat hij daarmee bedoelt die AI-modellen. Oh, die AI-dingen. Ja, ik zat in een videootje van NOS Stories of zo, volgens mij, toch? Of NOS op 3 of zo? Ja, NOS op 3 zat jij in. Even kijken, hoor. Op... Ja, je moet op Insta kijken, denk was ik. Was dat op Instagram? Ja. NOS op 3. NOS... Was het NOS op... Was het deze? Ja, volgens mij... Of NOS nee, Stories. Dat was het, ja. NOS Stories, ja. NOS... Ja, dit was het. NOS Stories, inderdaad. Ja. Ja. Mensen die het gemist hebben, je doet dat in de leader, volgens mij, van NOS Stories. Ik zit even te kijken, want dat ging ook een stukje over een model. Ik denk iets naar beneden. Die maken best wel veel stories. Oh, ja? Ja. Zo. Ja, daar. Oh, hier. Oh, ja. Kan ik hem even bijpakken? Ja, dat kan. Kijk hoor, welke was het nou? Die ICT-studenten. Oh, ja. Ja. Ik zit er alleen puur in als een soort voorbeeldje hoor. Ja. Oh. Hey. De Mol. Die vraag houdt half Nederland al weken bezig. Mensen proberen op allerlei manieren te achterhalen of de Mol is. Rosario, ik heb alleen maar Anna, dit biesje. Ja. Dat is even voor de kast gegaan. Ja, denken ze dankzij AI te weten wie de Mol is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld dus analyseren of iemand op een bepaalde manier praat. Ja, ik heb het gezien. Zou kunnen zijn. Dus ja, ik denk kijken, dat dit bewijst dat het dit persoon heeft heel veel verdachte opmerkingen of die lacht wel heel erg als dat op die emotie lijkt. Ja, ja, want volgens mij hebben ze het niet allemaal gezegd van Anna is de mol of zo. Nee. Dus, het zei volgens mij ook niet dat het waterdicht was, maar dat het vooral een methode was om te kijken van hoe kunnen we die AI trainen om en zo misschien toch goed kunnen zijn. Ja. Ja, wat ook heel veel zeiden ook van dat Kees de mol was. Nou, ja. die ging er ook gewoon uit voor de finale. Precies. Dus ja, zodoende. Zegt hij ook nog waar die op is? Dus AI die zorgt er eigenlijk voor dat we best wel wat stappen kunnen zetten zonder dat wij een hele week hoeven te besteden aan een van afleveringen. Au. Die is de mol. Ja, ik ben ervan over... is van jou, Guido. Ja. Oh, hij denkt wel dat het Anna is. Oh, dan heeft hij toch goed. Heel goed. Ja, oh, dan hebben we helemaal niks te zeggen over het AI-model. Heel goed. Ja, voortaan ga ik alleen nog maar AI erbij pakken en dan gaan we aan de hand daarvan bepalen wie de mol is. Ja. Ja. Zie iemand zeggen, geven aan een goed doel is vrij nieuw voor de mol, Fons Leek, ook maar een deel te gaan geven. Ja, nou, ik heb het idee dat het juist de afgelopen jaren best wel een trend is geweest om het gewoon aan een goed doel te schenken. Klopt. Ook omdat de meeste van de mensen die daar staan niet slecht verdienen, dus ook niet direct dat geld nodig hebben volgens mij. Nee. Dus iedereen is situatie is natuurlijk anders, maar ik vind dat wel een mooie gedachte om het dan gewoon aan een goed doel te schenken ofzo. Ja, als je het niet echt nodig hebt. Ja, dat. Nou, ja precies, ja. En helaas, dit vallen die bedragen ook echt wel mee of zo, toch? Ja. Toevallig zag ik het net op de Wikipedia-pagina. Dat je in sommige toen het gewoon een pot van 24k was. Ja, ik heb hier nog even de Wikipedia-pagina. Oh, er zijn zelfs nog gulden met gulden. 70.000 gulden. Zo. Jezus. Maar inderdaad, gewonnen bedrag 42.000. Jezus, dat is echt... Veel, zo. Ja. Kijk, dus je kunt wel zien dat de NPO gesaneerd is. Maar niet het allerlaagste bedrag dus, want dat was van Evron in seizoen 22. Ja. 8.065 euro. Daar met Jochem van Gelre, toen 24... Toen Jochem... Even of kijken. Hier. Oh, toen, hier. Thomas, ja, 24.000. Ja. Ja, maar dat kwam in de laatste opdracht van, van dat seizoen. Kon de pot verdubbeld worden. Oh ja, oh oké. Okay. En dat had de mol had dat verloren. Oh echt? Ja, daar baalde hij verschrikkelijk van. Ja, maar ja. Daardoor werd het bedrag nog verdubbeld. Anders stond hij op 12.160. Dus ja. Ja, kun je eens even... Ik heb een beetje 2 seconden nog. Zeker, zeker. Vragenwagen. Even kijken. Ja, is toekomst qua. Ja. Even zo. Sindsdien doneert iedereen. Ja, dat was met jouw dingen. Oh, sinds mijn... precies. Nee, we hebben niks gemist hier. Precies, ja. Grappig. Zijn er nog leuke vragen? Want ik denk dat we wel een beetje tegen het einde van deze livestream aanlopen. Dus zodoende, als je nog een leuke vraag hebt, dan stel hem gerust. Ja, iemand zegt, ik begon dat niet met Rocky, met dat doneren aan het goede. Volgens mij is dat wel... Je weet overigens, misschien dat andere kan net dat ook wel deden, maar dat niet nooit gezegd hebben, dat weet je niet. Nee, dus, misschien dat je er ook niet echt mee te komen wil lopen, hè? Dat je ook, dat ook gewoon maar doet. Dat vind ik ook altijd een beetje zo van, als je dan aan een goed doel meedoet, moet je dat dan per se van de hoogste toren afblazen. Ik vind het veel meer kracht hebben als je dat niet direct aankondigt, als je dat doet. Ja.
Merel als presentatrice van Wie is de Mol. Oh, dat zou dat niet zo, dat zou niet zo slecht zijn. Nee, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Ja. Ik heb een leuke vraag. Nou, kom maar door. In Trust Nobody hadden ze het idee om andere spelelementen toe te voegen met een nieuwe regisseur. Ja. Bijvoorbeeld voor een goed doel spelen. Opdrachten waarmee je nadelen en voordelen verdient. Kijk, dat is een beetje het nadeel van als je voor een goed doel speelt van tevoren en de mol gaat dan saboteren. Ja. Dan is het ook wel een beetje zo van, dan haalt de mol geld bij een goed doel weg. Ja, dat is inderdaad. Wel een beetje een gekke gedachte. Inderdaad. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat Afro Tros het helemaal niet zo erg vindt dat er maar 10.000 euro of 8.000 euro nu dat kwijt gaat. Gewoon weer een ander programma gestoken worden, dat het niet erg is. Ja, en ja, je ziet nooit meer hele hoge bedragen van 20.000 euro. En dat zal wel met een reden zijn, maar toch? Het hoeft ook niet. Het gaat ook niet om het hoogte van het bedrag. Nee, dat klopt. En vooral voor BN'ers. Kijk, dat ze er bij de Mol België, wat trouwens met onbekende Vlamingen is, daar gaan ze echt voor de pot. Ja. Dus dat is heel leuk als je daar dan 20.000 euro verdient. Ja, dan dat is natuurlijk veel geld. En overigens is het een commerciële omroep, dus dat is het ook wel even anders. Precies. Ik zag een paar leuke vragen voorbij komen. Okay, scroll even iets aan boven. Ja, ik zag één iemand vragen of je er ooit een seizoen met twee mollen zou willen. Nou, ik liever niet. We hebben allebei geen fan van, volgens mij. We hadden het volgens mij net in de voorbeschouwing daar ook over. Ik zie daar niet echt de meerwaarde van. Als in, ik vind het leuk om het een keer tijdens een opdracht of zo, dat er een bepaalde rol is binnen een spel. Ja. Maar ik zou dat niet het hele seizoen willen. Nee. En ik vraag me ook af hoe je dat seizoen makkelijk nog voor de kijker maakt. Ja, dat. Het wordt ook heel moeilijk. Ja. Want, ik zag ook iemand vragen of er iets van een jubileumseizoen komt. Nou, daar hebben ze in ieder geval niks van bekendgemaakt. Maar het zou best kunnen dat ze dat na het 25e seizoen of zo nog doen. Want dat was het komende seizoen. Ja, dat denk ik dan toch? Ja, daarom. Dus, maar er is in ieder geval niet nu iets van bekendgemaakt. Nee. Dus dat helaas. Even kijken. Waren er nog wat? Ik dacht dat ik nog iets zag. Oh, vanaf wanneer dachten wij dat Anna... vonden wij Anna verdacht worden? Ik heb tot aflevering 7, toen Rian Rijk uitging, wel altijd gezegd dat Rian het is. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ik hoop vooral dat ze het is. En toen heb ik nog eerst een tijdje Rosario verdacht. Maar daarna ben ik wel snel genoeg voor Anna ook wel gaan verdenken. Ja. Dus ik denk, ja, en ik ben definitief overgestapt toen Rian er in ieder geval uitvloog. Dus dat was op aflevering 7 volgens mij. We kunnen even, kijk, we hebben altijd aantekeningen voor de molkast natuurlijk. Dus daar kun je ook een beetje meekijken van hoe hebben wij nou de verdenkingen gedaan de afgelopen weken. En hier kun je het gewoon heel duidelijk zien. Ja, jij ging eigenlijk vanaf aflevering 7. Misschien vanaf aflevering 6, toen heb ik één aflevering met Kim samen gedaan. Toen was ik echt met Wie is de Mol bezig geweest. Nee. Ik heb wel in aflevering 1 een keer Anna benoemd. Ja, maar volgens mij hebben we haar in het begin best wel uitgesloten. Minder verdacht, omdat ze zoveel in beeld was ook. En altijd, zeg maar, op zo'n positie stond je denkt van ja, maar het is zo opvallend. Dat kan bijna niet. En toch ook wel doordat ze die met dat goede voorstel komt om... al die vrijstellingen weg te spelen, omdat ze dan 6.000 euro verdient. Uh-huh. Ja, nu leren we dat dat ook niet helemaal ging zoals eigenlijk het plan was. Ja. Maar dat is wel heel grappig om te zien, ja. Ik heb nog een kleine oproep aan jullie kijkers. Ik heb in de beschrijving van deze livestream heb ik een linkje gestaan met dat je kan stemmen op jouw top 5 favoriete opdrachten. Dus stem daar eventjes op als je dat nog niet gedaan hebt in ieder geval. En dan ga ik dat allemaal behandelen in de 10e aflevering van In zijn Theorieën op mijn kanaal. Ja, zeker. Daar kunnen we nog even meedoen. Zullen we even een kleine sneak peek, even tussenstandje, wat er nu de top 5 is? Ja, dat is goed. Vers van de pers dit, hè? Vers van de pers. Oké, wacht even. Ik pak heel even... even kijken, hoe doe ik dat? Google. Dan kunnen we even kijken wie jullie top 5 is op dit moment. Als al mensen het ingevuld hebben. Ja, heb hem al een goede anderhalve week live staan. Oh, dat had ik niet Nee, daarom. Nee.
Ik kan het heel even laten zien aan jullie, maar je kunt natuurlijk nog lekker meestemmen. Dus, ja, dus doe dat ook vooral. Ja, ja. Nou, ik kan wel even laten zien. Kijk, dit is hoe er nu gestemd is op dit moment. Het meeste genoten wordt van de opdracht genoten. Dat is met die muziek, dat koor. Oh, ja, dat opdracht, was ook wel een mooie opdracht. Was dat. Ja, ja. Gevolgd door, volgens mij, de eerste daarboven. Ja, ja, die mooi, ook een mooie opdracht. Het festival natuurlijk. Dan het gebaande pad. Ja, 48%. Dat was met de molletjes slaan. Oh ja, dat is ook leuk. Ja, ja. Ja. Dan op nummer 4 staat overtuigend. Dat was met dat schieten, dat Rosario dan mensen mocht knallen of niet. Dat vind ik op zich best frappant, dat die dus hoog staat. Want die vond ik dus echt niet leuk, die opdracht. Nee? Nee. Ja. Ja, want er wordt live meegestemd, dus ja. Af en toe veranderen nog wat resultaten. Maar dus dat. En op nummer 5 staat... Cellen passen, onderaan. Ja. Oh, die vond ik eigenlijk ook een beetje tegenvallen, als ik heel eerlijk ben. Nee, uitzitten is meer, toch? Oh ja, sorry, uitzitten. Ja, ja. Dat is... Dat ze moesten zitten op dat balkon en dat de anderen moesten klimmen. Oh, dat klimmen. Oh, die vond ik ook een beetje tegenvallen. Ja, ja, dat is wel komisch of zo. Ja, dus, dat vooral, ja. Ja, ja, dus dat is de top 5 tot nu toe. Maar je kunt nog meestemmen en dan kan het nog een beetje veranderen. En wellicht dat er dan nog een hele andere uitslag aankomt. Ja. 35.000 abonnees, G. Ja, zit leuk. Hier, ja, gefeliciteerd. Daar. Kijk, daar. Ja, dat Dus dat is wel heel leuk om het seizoen mee af te sluiten. Ja, dat denk ik een goede. Wij gaan lekker ons richten op de Mol België. We gaan even een week ondergrond. Ja, precies. Zo kun je het noemen. En ik ga dit op Spotify zetten. Ja, als je het als podcast terug wil luisteren of als je iets gemist hebt. Ja. Met beeld en alles. Dus, zeg maar, ik denk dat jij dat jij 1 en 2 aan elkaar, de voor- en nabeschouwing even aan elkaar knipt. Of plakt, moet ik eigenlijk precies, zeggen. Als een soort 10e aflevering verpakt. Ja. Dus dan kun je dat lekker terugluisteren via daar. Bedankt voor het meedoen. Ja, nou bedankt voor dat ik hier mocht zijn. Ja. En jullie bedankt voor het kijken weer dit seizoen. Precies, ja. Nou, het was heel leuk om weer live te gaan. Ik denk dat we dit gewoon lekker vaker moeten doen. Want het is gewoon heel leuk om te doen, denk ik. Ja, zeker. Dus misschien houden we die live finales met de voor- en nabeschouwing. Dat vind ik altijd wel een goede. Ja. Zeker. Dat is ook weer een goede excuus om elkaar te zien. Dus, ja, precies. Ja, dat willen we ook wel niet altijd komen met het drukke levens nu. Dat is waar. Ja, vroeger zagen we elkaar natuurlijk veel vaker omdat we bij elkaar dagelijks in de klas zaten. Ja, en dat is nu niet meer, want we zijn allebei afgestudeerd. Dus Dus Meloten, bedankt voor het insturen van jullie hints en theorieën. Voor het meespeuren naar de Mol. En met 69% van mijn kijkers hebben we in ieder geval kunnen zeggen dat Anna de Mol was. Precies. En dat bleek het juiste antwoord te zijn. Dus jullie hebben het ook goed gedaan. Ja, dus ook een duimpje voor jezelf. Of een hartje, want ik zie allemaal van die hartjes opspringen elke keer bij de chat. Humbert, nice. En Heinrich, even iedereen zo'n hartje erin, helemaal goed. We gaan nog even doorspeuren met de Mol België. Ja. Dus als het zover is, dan ga ik daar een video over maken. En heb je die nog nooit gekeken? Grote aanrader. Ja, echt bindend kijkadvies. Ga een keer naar de Mol België kijken, want dat is echt... Dat is wel een genieten. Precies. Ik was ook sceptisch eerst, maar ik ben wel leuker als Wie is de Mol. Ja. Ja. Maar dat is een hele andere discussie. Daar moet ik misschien een andere keer over hebben, inderdaad. Ja. Dus kijk dat een keer mee. Dat is zeker de moeite waard, denk ik zo. Ja, in Sicilië. Dus daar gaan we dan naartoe. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, voor de laatste keer. Seizoen 25, dan gaan we wel weer zien. Dan zijn we gewoon weer terug. Natuurlijk. Tot de volgende keer allemaal. Doei.